Welkom bij een nieuwe review van Gamerset.nl. Ik vind het heerlijk ludiek speels, wat leuk ja, dit. Ja. Ik was vroeger een zeventje met tennis. Ik heb dus echt tennis geleerd met heel veel privélessen, bloed, zweet en tranen van mijn oud-leraar Sjoerd. Als je kijkt, leuk. En Sjoerd weet heel goed dat ik geen zeventje was, maar gewoon een achtje. Maar goed, hij heeft gedaan wat hij kon. Dus heel grappig als je kunt tennissen. Voor de rest niet. De game Mario Tennis Aces, dus ik wilde hem graag reviewen. Ik was op E3. Ja, helaas. Helemaal gemist. Dat kan gebeuren. Ja. Tom, onze tennisnoob, mocht ermee aan de slag. Ja, ik ben een badmintonster. Dus wat dat betreft is er natuurlijk vloeken in de kerk. Maar Mario Tennis Aces, ik had al een preview evenementje gehad voor E3. En toen had ik al zoiets van, maar dit is heel leuk. Jij was enthousiast. Ja, ik was heel erg enthousiast. Vooral omdat Mario Tennis een beetje een moeilijke periode achter de rug heeft. Met zeg maar de complete Wii U. Want toen was natuurlijk Mario Tennis 7 was daar, de Ultra. Nou, dat was niet zo ultiem als we het nu hebben. Het was maar één arena. En nu komen ze in één keer terug met veel arena's en veel strijders. En een heleboel nieuwe mechanieken. Echt een hele mooie game. Kijk, ik zou je wat uitleggen over de oude Nintendo Mario Tennis games. En Mario Golf game die uitkwamen op de Nintendo 64. Dat waren goede tennis- en golfgames, niet vanwege het Mario-element, maar omdat het gewoon in de basis ook goede tennis- en golfgames waren. Ja. Maar daarna zijn ze heel erg op de power-ups gaan. Er zitten nog steeds wel power-ups in, hoor. Ja. Maar als de basisgame niet staat, dan kun je er ook niet op. Weet je, Mario Kart is ook gewoon een goede race-game. Ja, Mario Kart is een hele goede race-game. Dus, snap je? En een goede party-game. Ja, dat is een beetje dan kun je het uitbouwen. Maar de basis moet goed zijn. Is de basis goed in Mario Tennis Ace? Kan ik gewoon lekker slaan? Ja, je kunt echt heerlijk slaan. Het is, wat mij betreft is het hele gameplay-aspect van het daadwerkelijke sporten, van de daadwerkelijke rallies en smashes en het serveren en dergelijke. Het is heel erg easy to learn, maar hard to master. Dat is echt waar. Dus echt, je kunt elk kind kun je die controle geven en die kan best wel een beetje een paar ballen retourneren. Die kan een keer een leuke smash doen en dergelijke. Maar het gaat nog best wel diep in wat voor verschillende slagen er allemaal zijn en hoe je je energiemeter opbouwt. Zodat je een keer zo'n goede smash kan doen en ja, die zijn ook te blokkeren en dergelijke. Dus het is een hele verfijnde mechaniek daarin in het tennissen. Ja, en is het ook zo dat als je langer de A-knop indrukt van tevoren dat je harder slaat? Ja, dan sla je dus inderdaad harder. Dan moet je dus wel op het juiste moment op de juiste plek staan. Kun je niet doen als de bal heel ver weg is en dergelijke. Nee. En zo bouw je dus ook met dat soort gevaarlijkere slagen bouw je dan ook weer die energiemeter op, zodat je een keer iets lijps kan doen of de tijd kan vertragen om een moeilijke bal te vangen en dergelijke. Werkt heel erg prettig. Ja, dropshots, lobs, alles zit erin? Ja, dropshot, lobs, slices en dergelijke. Je kunt echt gaan voor die diepe ballen daar net in het hoekje. Of een keer zo'n dom lopje als je iemand helemaal naar achter hebt gewerkt. Wat dat betreft is het best wel als de echte tennissen, weet je wel. Je moet echt proberen de hoeken te pakken waar je tegenstander niet is. En proberen hem een beetje de druk op te voeren en zo. Dus in de basis is het een goede tennis. In de basis is het een hele goede tennisgame. Die hebben we established. Hoor je hoe ik deze review opbouw? Ja, nu gaan we uitbouwen. Oké. Okay. Want het is natuurlijk een Mario-wereld. En dat betekent dat er verschillende characters zijn, verschillende power-ups en een story mode. Ja. Laten we beginnen met de characters, want ik heb het idee dat Mario allround is, zit in elke game. Ja. Dan heb je natuurlijk Donkey Kong, die is extra krachtig. Ik weet niet of die erin zit. Ja, Donkey Kong zit erin en is inderdaad extra krachtig. Hoe werkt dat? Heb je een soort speelstijl of keuze? Ik vind dat heel erg leuk gedaan, want ze laten het zelf ook al zien. Je hebt een aardig roster en daarin kun je dus ook echt zien van, oh, Boo is bijvoorbeeld een sluwe speler. Inderdaad, Mario is je allrounder. Je hebt inderdaad een Donkey Kong of een Bowser of misschien wel een Chain Chomp zelfs. Echt fantastische spelers sowieso. De Chain Chomp zelf? Die heel erg sterk zijn. Ja, de Chain Chomp zit erin en sterker nog, ze komen ook nog met een kleine uitbreiding, dat Koopa Troopa erbij komt en zelfs Blooper. Kent u die nog? Blooper. Die is Blooper ook Blooper alweer. Is dat inktvisje. Oh, die zit er gewoon in. Die zit er gewoon in. En echt fantastisch, want hoe die ook opkomt en weet je, ze hebben natuurlijk allemaal hun unieke ultra smash en dergelijke, hun echte powerslag. En dat is heel erg leuk dat ze ook dat soort, wat meer de B-list, een soort van aandacht geven. Ja, omdat ze dat in de vorige waren natuurlijk echt alleen maar die A-listers. Ja, natuurlijk heb je Mario en Peach en Bowser en dergelijke, maar Waluigi, Wario, al die gasten zitten erin nu. Tof, mooi. Groot roster dus. Ja, op zich wel een groot roster en ze schijnen dus ook, dus, ja, nou ja, ze laten nu al weten van er komt een online toernooi en daarmee kun je dus verdienen op het extra spelers. Dus ik hoop dat ze dat net als Splatoon, dat ze een beetje geleidelijk aan wat uitbreidingen en evenementen uit blijven rollen, zodat je daadwerkelijk ook meer content krijgt. Hé, die power-ups, dat maakt natuurlijk het een beetje Mario. Ja, er zitten dit deel zitten geen power-ups dus in, daar zijn ze echt een beetje van af. Ze hebben het dus zo gedaan dat super smashes. Ja, je hebt wel bepaalde smashes, maar dat moet dus zijn als jouw tegenstander een lange bal geeft, dan heb je de mogelijkheid om een soort van op een bepaalde ster op de grond dan op te springen en dan heel gericht een harde klap te geven. Maar dat is niet onhoudbaar. Dat is niet onhoudbaar, die kun je houden, maar je moet er wel mee oppassen. Want als je ze probeert te retourneren, maar je doet het net fout, dan sla je een stuk van je racket kapot en een racket kan dus ook volledig gewoon kapot gaan, waardoor je dus meteen uit het spel ligt. Okay. Dus die shots, weet je moet je energie ervoor opofferen, maar je kunt je tegenstander er wel mee goed onder druk
druk zetten, maar hij kan ze terugklappen en dan wordt het wel... Weet je, de druk wordt heel geleidelijk aan opgevoerd en je ziet die energiemeter vol lopen. Je weet, oh mijn god, er gaan straks echt harde klappen vallen. En de balans is goed. Ja, de balans is naar mijn idee wel goed. Ik heb nog niet de tijd gehad om zeg maar elke speler tegen elke op te wegen. Maar als je zo ziet hoe het roster is en dat ze allemaal wel een beetje hun eigen statistiekjes hebben, dat zit er in ieder geval wel heel goed in en de balans voelt wel aardig, ja. Mooi. Dan heb ik nog twee dingen die ik wil weten. Eén heel kort. Hoe zijn de omgevingen een beetje afwisselend? Ja, zeker. Ja. De omgevingen zijn zeker afwisselend. Je hebt sowieso in de story mode kom je ook al in verschillende omgevingen terecht. En dan zie je van, oh, er is een soort van spiegelwereld met een soort van portalen. Er zijn de piranha plants waar je dan als je een bal er tegenaan schiet, dan happen ze hem op en spugen ze hem ergens anders weer uit. Okay. Hebben ze wel leuk gedaan. En sowieso ook gewoon als je lekker in de multiplayer wil gaan en je hebt wat van die levels unlocked, dan kun je ook heel veel verschillende stijlen in die multiplayers gooien. Het is niet alleen maar één zo'n stadiumtje en that's it, zeg maar. Wordt Peach ontvoerd in de story modus? Nee, Peach wordt niet ontvoerd in de story modus. Het sowieso het feit dat er een story modus in zit was alweer dat ik dacht van jee, we zijn er weer. We kunnen weer een beetje ook in ons eentje lekker tennissen. Maar nee, het is een heel apart verhaal. Ik vergeleek het al vrij snel met Avengers Infinity War. Want er is een soort van... Gauntlet? Ja, er is een soort van Infinity Gauntlet racket eerder, zeg maar. Dus er is ook een gouden met een soort van paarse krachten eromheen. En natuurlijk als Mario moet je dus zeg maar de krachtstenen zien te verzamelen voordat de evil as versie van Luigi doet, want Luigi is tainted door de racket, de krachtige racket aan te raken. I don't feel so good, Mr. Bouwman. Als je Tom Holland, Nou goed, Mario Tennis. Volgens mij ben je heel tevreden over Mario Tennis. Is het? Ja, ik ben heel erg tevreden erover. Ik zou zeggen, de story mode is niet voor iedereen even diepgaand. Het is niet zoals een Odyssey, maar het brengt je naar wat verschillende omgevingen. Het leert je een beetje tennisspel spelen. Er zitten wat leuke challenges in. En ik moet ook zeggen, het is ook best wel moeilijk op sommige momenten. Dus dat is wel echt een dingetje. Vooral voor de kids, weet je, een beetje overslaan, dat is prima. Maar die story mode zitten echt challenges in dat je wel even moet knokken. Echt. Dat is lastig. We hebben het druk. Ik ga er ook mee aan de slag. Mario Tennis Aces. Wil je echt alles weten over de game? Check dan vooral gamesnet.nl heel snel. Ook voor de geschreven review van onze Tom die ermee aan de slag is geweest. Bedankt voor het kijken. Bedankt Tom. Bedankt Peter. En tot een hele snelle andere review. En ik gok dat de volgende review die we gaan doen is... Ik zou het echt niet weten. Ik denk Jurassic Park World Evolution. Nou, ik dacht Unravel 2. Oh, van Unravel 2. Sorry to burst your bubble. Nee, is prima. Ik goed. Zal ik hem halen? Oké, zullen we proberen niet op de camera te gooien alsjeblieft? Oh, nice. Je raakt hem. Ja, volgens mij was hij raak.